heb gisteren toch best wel een interessante avond gehad. Ik was met een vriend van mij Barcelona Manchester City aan het kijken. Het is echt een oerfucking saaie wedstrijd. En toen herinner ik me dat Towerfall Ascension een toffe multiplayer game scheen te zijn. En ik dacht, die ga ik even downloaden. Ik googelen, noem het allemaal op, want ik kon hem niet vinden op PS4. En toen vond ik dat hij wel gisteren gereleased was, maar alleen op de Amerikaanse PSN. Toen dacht ik, hey, misschien kan ik eigenlijk wel een Amerikaanse account aanmaken. Toen wilde ik dat gaan proberen. En toen zei de vriend van mij van, maar als je een Amerikaanse account aan kan maken, dan kun je ook een Japanse account aanmaken. En dan kun je Yakuza Ishin downloaden. Dus ik dacht van, nou, als dat kan, dan had iemand dat al lang gedaan, had ik dat lang gezien op internet. Maar toch aan de slag gegaan. En uiteindelijk is het ook daadwerkelijk gelukt. En dat niet alleen. Ik kan vanuit mijn account nu. Ik heb een Japanse account aangemaakt naast mijn Europese op de PlayStation 4. En ik kan vanuit mijn Europese account nou gewoon Yakuza spelen. Die ik eigenlijk meteen gedownload heb. Was wel 60 piek, maar goed. Je moet er iets voor over hebben. Dus ik heb nu een PlayStation 4 met gewoon toegang tot de Amerikaanse en Japanse en Europese stores. Alles wat ik download kan ik gewoon vanaf mijn eigen account spelen. Alleen als ik iets wil downloaden uit de store, zeg maar, dan moet ik eerst even op mijn Japanse account en dan naar PSN. Of naar mijn Amerikaanse account, dan naar PSN. Maar als ik het helemaal gedownload heb, staat het gewoon netjes in mijn Europese account. Dus ik kan alles doen wat ik wil vanuit die account. En dus ook straks voor het eerst Yakuza Ishin gaan spelen. En dat is zonder ondertiteling en ik ken geen Japans. Maar ik dacht, misschien is het tof om die game te streamen. Misschien komt hij wel naar Europa, misschien niet. Ik denk het niet. Dus dit is wel een leuke kans om eventjes die game mee te checken. Ik verwacht dat ik rond een uurtje of 3:30 op de Inside Gamer livestream ga livestreamen. En ik weet niet uit mijn hoofd wat die is, de Twitch stream. Maar er komt sowieso nog een nieuwsberichtje van. En misschien dat iemand bij Sonoma wel zo lief is om hier onderin de officiële Inside Gamer Twitch stream te droppen. En ik weet ook niet hoe laat dit online komt. Waarschijnlijk van tevoren dus. Dus check het, houd in de gaten. Ik verwacht om 3:30 dus Yakuza Ishin te gaan streamen. En dat is best wel tof. Ik heb er heel veel zin in. Ook al denk ik dat ik er niks van begrijp. Maar ik zie jullie dan. Ik ga eventjes mijn camera en shit neerzetten. En dan hopelijk verstaan jullie me goed en zien jullie me goed. En kun je comments droppen, noem het allemaal op. Dus wordt gezellig. Tot vanmiddag. Tjus.